Goedenavond kijkers, mijn naam is Marianne Cornet en wij zijn live bij u in de huiskamer vanuit TOC, Telesuur Organisatie Opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg. Al waar zojuist de verkiezing heeft plaatsgevonden van het nieuw bestuur van de ICT Associatie Suriname. De associatie die werd in januari 2011 opgericht en ze telt nu al zeker 60 leden. De leden die zijn bedrijven die, voor wie de informatietechnologie de kernactiviteit vormt. Kijkt en luistert u mee naar de overdrachtsactiviteiten. Ik wil dat op een manier doen hoe wij dachten dat het een beetje passend was. We wilden de mensen die ons hebben bijgestaan gedurende onze bestuursperiode, wat zich heeft gekenmerkt door een hele moeilijke, maar ook een hele leuke. We hebben met heel veel plezier en liefde ons werk gedaan. En we hebben een aantal mijlpalen bereikt. Niet alleen maar onze webinars en onze debatten online, maar ook onze knowledge sharing activiteiten. En de samenwerkingen die we zijn aangegaan met andere stakeholders, waaronder de VSB, de ASFA, de overheid. We hebben een MOU getekend met IGOV, de presidentiële werkgroep IGOV-commissie. We hebben onze ICT Vision 2030 gelanceerd en het eerste exemplaar overhandigd aan onze president, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi. En er is dus een goede intentie uitgesproken en een MOU getekend om de samenwerking tussen de public en de private sector, de ICT-sector dan, op een goede manier in goede banen te leiden. We hebben ook natuurlijk meegedaan aan onze Girls in ICT partnership met CARICOM en we hebben met regionale organisaties, vijf andere ICT-associaties uit de regio, hebben we een MOU getekend. We konden dit allemaal alleen maar doen door ook de ondersteuning die we hebben gehad van een aantal leden in commissieverband, maar ook individueel. En we willen hun extra bedanken. Ik heb samen met mij hier vooraan onze commissarissen Gerard den Dekker en Anwit Ramlekhan. En we hebben onze penningmeester Isabel Caldeira en secretaris Rajiv Hiralal. Nou, samen willen wij als team, als bestuur, jullie bedanken. En we danken graag met een presentje de volgende personen. Ja, natuurlijk wij die in bestuursverband hebben gewerkt, maar we gaan door naar Dion Broes als lead van de commissie Export. Dion, wil je naar voren komen om jouw presentje in ontvangst te nemen? En we danken jou voor je hulp. Denk ook aan zijn oproep. Hij heeft daarnet ook een oproep geplaatst dat we ons gaan registreren voor de upcoming Kanto Conference. We gaan wat vlotten. Dankjewel, Dion. Whitney de Rijp. Whitney de Rijp. Charissa Pamanant. Ahmed Nijhars, Jean-Paul van Ewijk, kom maar naar voren om je presentje te halen. Dankjewel voor jullie bijdrage. Ik weet dat het soms op hele moeilijke momenten was, waar we allemaal nog heel druk waren, maar iedereen heeft tijd gemaakt om ons bij te staan. Abigail de Rijp, mogen we Whitney vragen om die in ontvangst te nemen voor Abigail? Moira Rosheuvel, Brian Soekhoe, wil jij die in ontvangst nemen? Vicky Ramratan, Vincent Kenswil, wil jij die in ontvangst nemen? En ook Vincent Kenswil, dus hij neemt twee presentjes, die van Vicky Ramratan en van zichzelf. Dave Jongalok in de educatiecommissie. Ahmed, wil jij die van Dave voor ons overdragen alsjeblieft? Etienne Sampono, mag ik Brian Soekhoe vragen om dat in ontvangst te nemen en aan Etienne te doen toekomen? Raoul Usmanadi, mag ik Ruhi Bire vragen om die in ontvangst te nemen? Christian Ramkelauwen, dankjewel voor je bijdrage. Sheetal Sujan, thank you so much. Nilesh Bisisar.
Lorraine Richards, die is er vanavond niet. Gregory Tayapin. En Natalie de Man. Oh, Gregory, mogen we jou vragen om die van Natalie in ontvangst te nemen? Kamlesh Ganesh van het VSB-secretariaat, van harte bedankt voor alles. Met de opdracht om het de komende periode nog meer te doen. Weet je, nog meer te ondersteunen. En wil je ook een ontvangst nemen van je collega's Natasha Robles en Reinier, die ons ook constant hebben bijgestaan. Alsjeblieft, dankjewel. Andrew Young, Isabel, ga jij die meenemen voor hem? Ja? Sheetal Gunpat, Anweet, mag ik jou vragen om die mee te nemen voor je collega? Ja? Daryl Keizerweert, die is er niet. Dorik Ramlekhan, mag ik Virgil Pinas vragen om die mee te nemen voor je collega Dorik Ramlekhan? Bedankt hem voor ons, voor zijn bijdrage. Ja? Iedereen, super bedankt. We konden dit niet doen zonder jullie. We kijken terug op een succesvolle bestuursperiode 2020-2021. En we kijken er naar uit om... Oh, oké. Ze willen aan jullie verklappen wat er in het presentje zit. Maar alleen als genoeg mensen het willen weten. Ja? Oké. Als ze het willen weten, moeten ze heel hard applaudisseren voor de mensen die hebben meegewerkt. Het is een limited edition van Surinaams hout gemaakt. Je ziet die als coaster. Dus dan kan je voor die barrel thuis via die Zoom kan je hiervan genieten. Gefeliciteerd en dankjewel. Isabel, wil je wat zeggen? Alle leden, iedereen die ons heeft bijgedragen, heeft bijgestaan dit bestuursjaar, heel hartelijk dank. Zonder jullie konden we dit niet hebben gedaan. Dankjewel, Isabel. Rajiv? 2 jaren zijn heel snel voorbij gegaan. Eigenlijk heel intensief. Het heeft onze dynamiek heel zwaar op de proef gesteld. Het is altijd mooi omdat je een heel mooi plan hebt. Maar uiteindelijk werd onze aanpassingsvermogen helemaal op de proef gesteld. En we zijn als ICT-associatie meegegaan en zelfs een leading rol gaan vervullen. En niet alleen leading, maar vooral connecten van al die organisaties, al die stakeholders. De ICT Vision 2030 is een getuige daarvan. En thanks to us en ook het team. Dus daarbij wil ik ook Gerard en Anweet vragen om ook iets te zeggen. Dankjewel Rajiv, ook namens mij, goedenavond. En collega bestuursleden, maar alle leden, hartelijk dank voor de ondersteuning. Ik denk dat het 2 jaren zijn geweest met de nodige uitdagingen, in vele opzichten. Maar ik denk dat toch dat we ondanks die uitdagingen veel hebben kunnen doen. En ik denk dat we met z'n allen voor ogen moeten houden dat we door die digitale inclusiviteit, waar we allemaal een bijdrage aan leveren vanuit onze professie, een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En daar gaat het om. En dat moeten we vooral voor ogen houden. Niet alleen werken, maar ik zeg altijd, als we 97% van onze tijd besteden aan onze commerciële doelen en 3% besteden aan de algemene doelen, dan zal de sector groeien, dan zal Suriname groeien. En uiteindelijk, Anouska heeft het gezegd, dan groeit ook de taart van business. En zullen we daar ook commercieel zelfs ons nut van kunnen merken. Dus laten we ons blijven inzetten voor de groei van de sector. Laten we ons blijven inzetten voor het faciliteren van de duurzame groei van Suriname. Nogmaals door die digitale inclusiviteit. Ik dank jullie wel. Ik heb niks anders toe te voegen naar de hele mooie woorden van Gerard. Digital Inclusion en Sustainable Growth. Zometeen vertel ik meer over hoe wij als bestuur, als nieuw bestuur, daar sowieso meer werk van zullen gadeslaan. Back to you, Anoushka. Dankjewel, collega bestuursleden. Zo zoetjes aankomen we dan bij het moment van overdracht.
Jullie mogen nu plaatsnemen, denk ik. Of gaan jullie zo blijven? Jullie staan hier. Zoals aangekondigd, of zoals jullie weten, hebben we daarnet dus de bestuursverkiezingen gehad. En er is een nieuw bestuur gekozen. En dit is het moment waar we de officiële overdracht gaan doen. En aan een nieuw bestuur geven we niet alleen maar mee onze ledenbestand en het werk dat we hebben gedaan. Maar ook heel veel van onze zegen, maar ook onze toezegging. Dat we jullie willen blijven bijstaan in het werk dat jullie doen met woord en daad. En ik wil nu naar voren roepen Dr. Anwit Ramlakhan. Om de officiële overdracht te doen van mij als oud-voorzitter nu naar hem als nieuwe voorzitter. Anwit, van harte gefeliciteerd met deze belangrijke mijlpaal in jouw carrière. Ik denk dat hiermee we een grote step up doen, want niet alleen maar een nieuw, jong, gedreven bestuur komt naar voren, maar ook iemand die heel erg gepassioneerd is gaat dit leiden. En ik denk dat met jou, onder leiding van jou, dit allemaal ook goed tot z'n recht gaat komen. En we inderdaad onze digitale economie gaan kunnen ontwikkelen. 2 jaar geleden vroeg ik Anwit om de voorzitter te worden van de ICT-associatie. En hij zei, nee Anushka, nog niet. Ik wil nog eerst even meelopen. Ik wil nog wat ervaring opdoen. En toen ik hem na die 2 jaar vroeg Anwit en nu, zei hij, ja, en nu ben ik ready. En hij is echt ready. En met onze ondersteuning gaat het helemaal goed komen. Anwit Ramlakhan, alsjeblieft, hierbij de officiële overdracht. Hierin zit het procesverbaal, je mag hem inkijken. Waarin is aangegeven dat jij samen met je collega's bent gekozen tot het nieuwe bestuur van de ICT-associatie. Mag ik ook naar voren roepen de nieuwe secretaris, mevrouw Charissa Parmanans van VSH United. De nieuwe penningmeester, mevrouw Sheetal Sujan Ramkelawan van Libera Group. En mag ik ook naar voren roepen Nilesh Bisisser, commissaris van Quality Caribbean. En de heer Virgil Pinas van Telesuur, ook commissaris. Dames en heren, maakt u kennis met het nieuwe bestuur van de ICT-associatie onder leiding van Dr. Anwit Ramlakhan. Mag ik een hartelijk applaus voor ons nieuw bestuur. Bij deze overdracht wordt er ook een overdracht van onze canvas, die elke nieuwe voorzitter meekrijgt. Dit canvas is getekend op 21 januari 2011, toen de ICT-associatie werd geproclameerd, vlak hier in deze zaal van Telesuur. En hij is getekend door een aantal leden die toen de eerste leden waren van de ICT-associatie. Er zit een symbolische voorzittershamer erbij, hij is licht zodat je niemand kan timmeren ermee. En als je iemand timmert dat het niet pijn doet. Maar je zou jullie jezelf timmeren. Maar het is een hele plezierige en voldoenende journey, reis, om bestuur te zijn. Dus ik bied dit aan jou aan, Anwit. En dat is dus ook de overdracht naar het bestuur. Heel veel succes. En ja, go for it. Make us proud. Nou, dan is dit ook het moment waarop ik de microfoon overhandig aan Anwit, zodat hij zijn zegje kan doen. Alsjeblieft, Anwit. Super, bedankt Anushka. En uiteraard ook dank aan de overige ex-collega bestuursleden van de ICTS. Gerard, Rajiv, Isabel, Anushka. Heel hartelijk dank voor de geweldige periode van 2019 tot en met 2021. Waar we allemaal hebben kunnen samenwerken voor de ontwikkeling van de ICT-sector in Suriname. En vanuit die hoedanigheid was ik commissarislid. Op den duur hebben we met ons vijf hebben we besloten van we willen het goede werk dat gedaan werd door het voorgaande bestuur willen we voortzetten. En vandaar dus dat wij als vijf kandidaat bestuursleden vandaag voor u staan, per acclamatie gekozen. En ik zal vragen aan elk van de overige bestuursleden om kort iets over zichzelf te vertellen. En ik zal dus dan aan het eind ook kort iets over mezelf vertellen en wat wij als nieuw bestuur zullen doen voor de ICT-sector en vooral voor Suriname. We beginnen met Sheetal Sujan. Thank you, Anwit. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sheetal Sujan. I'm the co-founder and co-director of Libra Training, Coaching and Consulting. It is my pleasure today to be here. And before I begin to talk about my contribution, I want to thank the previous board who paved
the road for us, and it's not a dirt road, it's a solid foundation. They've done so much work in the 2 years, despite what has happened in the last 2 years, and I want to thank you all for that. I've seen the work that you've done over the 2 years. If anything, you've made the job easier for us, but also given us a challenge to take things to the next level. So indeed, our role to support the growth of this association and the growth of the community within Suriname. One of the reasons why I moved back here, and I'm happy to be part of this, to be able to do that. Kuya, Nathan, iedereen. Ik ben Charissa Charman, Parmanan. Ook eigenlijk in lijn met wat Sheeta reeds heeft gezegd. Hartelijke dank gaat uit naar het vorige bestuur. Er is inderdaad heel veel werk gezet. Vanuit mijn rol bij het vorige bestuur heb ik in commissies zitting genomen. En van daaruit heb ik dus gezien wat is de rol die we spelen in de samenleving. Wat is de impact die we kunnen maken op de samenleving. En van daaruit weer, wat kunnen we allemaal nog meer doen? Het vorig bestuur heeft een bijzondere impact geleverd in de afgelopen 2 jaren. En daar willen wij als nieuw bestuur zeker voor op voortborduren. En van daaruit hoop ik en denk ik dat we dus met dit team verder kunnen en ja, alle goede dingen voortzetten van het vorige bestuur. Goedenavond, dames en heren. Niels Mississen, directeur van Quality Caribbean. Laten we ook inderdaad beginnen met het vorige bestuur. Fantastische job. Ik denk dat jullie het schip door lastige wateren hebben geleid. We zijn veilig aan de oevers. Dankjewel daarvoor. Met heel veel trots nemen we het van jullie over. En we bedanken jullie en we beloven ook dat we het goede werk zullen voortzetten. Wat u van mij kunt verwachten de komende 2 jaar, is in ieder geval ICT maken tot een exportproduct. We hebben er de afgelopen 10 jaar heel veel over gesproken. En ik denk dat het tijd is dat we het nu gaan doen. En ik denk dat alle metrieken in ons voordeel liggen. En we mogen dat momentum nu niet gaan verliezen. Dus daar kunt u bij mij over 2 jaar mee over aanspreken. Yes? Dankjewel. Goedenavond, mijn naam is Virgil Pinas, manager business development bij Telesuur. Ik wil ook beginnen met het bedanken van het vorige bestuur. Het was ook moeilijk voor ons om dat te evenaren, maar ik zie het ook als een uitdaging om stappen te gaan maken. Wat kunnen jullie van mij verwachten? Ik wil me sterk maken vanuit mijn rol. Binnen Telesuur hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om eigenlijk de digitalisering van de economie te faciliteren en te ondersteunen. En daarbij zie ik een grote kans in eigenlijk machine learning en artificial intelligence toepassingen. Omdat ik denk dat toepassingen zijn om eigenlijk de digitale achterstand die we hebben als land, die achterstand in te lopen. En daar wil ik mij hard voor inzetten. Dankjewel. Dank u wel, bestuursleden. U heeft van hun gehoord. Ik zal even kort mezelf ook introduceren nogmaals. Mijn naam is Amit Ramlikhun. Ik ben directeur bij Datasuur en vervul samen met het bestuur voor de periode van 2022 tot en met 2024 de rol van voorzitter binnen de ICT-associatie van Suriname. Heel kort, ik zal 3 vragen voor u beantwoorden en ik zal daarmee gelijk de trend zetten waarom we een dergelijke uitdaging zijn aangegaan. Gerard, Anushka hadden het allemaal al genoemd in hun betoog, in hun dankbetoog. Waar ze hebben aangegeven wat precies de why is van de ICT-associatie in Suriname. De why is erg simpel. Sustainable development and growth. Niks meer, niks minder. Duurzame ontwikkeling en groei. We zeggen niet duurzame ontwikkeling en groei van alleen ICT, maar van Suriname. Kijken we naar de 4e industriële revolutie wereldwijd, zien we dus dat digitale ontwikkeling en groei, duurzame groei, ervoor zorgt dat een land vooruit gaat in zijn totaliteit. Waar ICT als sector een enabler en facilitator is. Dat is ons why als bestuur voor de komende 2 jaren. Wat gaan we nou precies doen? Daar hebben we de 4C concept voor. We wil collaborate, we gaan samenwerken. We wil commercialize, daar heeft Nilesh een duidelijke uitspraak over gedaan. We moeten echt
commercialiseren. We willen contribute. We willen ook enriching lives en creating values voor de Surinaamse gemeenschap. En we willen connect. We staan niet los van de andere sectoren in Suriname. Dat is antwoord op de what-vraag. De how-vraag. Hoe zullen we dit nou precies gaan realiseren? Daar hebben we de 4P-concept voor uitgewerkt. Allereerst policy en processes. Je hebt een stukje beleid nodig. Daar hebben Anushka en team geweldig werk voor verzet. Vision 2030, dat de Bijbel voor ons, maar ook voor de opkomende bestuurders zal zijn, om te weten wat we tot en met 2030 moeten gaan realiseren aan ontwikkeling van ICT in Suriname. Dat is policy en processes, de eerste P. De tweede P, products en services. We moeten niet alleen praten, maar we moeten ook daadwerkelijk uitvoeren. Het creëren van eindproducten die gecommercialiseerd kunnen worden. Punt 3, people. Het gaat nog steeds om Suriname, het gaat nog steeds om ICTS en het gaat nog steeds om ons als leden. U heeft ons gekozen om het werk te verzetten, dus het gaat ook om uw belangen en onze belangen. En ten vierde, profit. At the end of the day, we all want to make money. At the end of the day, willen we allemaal economisch sustainable zijn in een land waar alles gewoon naar volle gang gebeurt. Dus vandaar dus het aspect van profit die we ook niet moeten verliezen. Dat is antwoorden op de why, de how en de what. Hiermee hebben we geprobeerd de trend te zetten. We zullen bij de aankomende ALV ons jaarplan presenteren voor u. Hopelijk wordt die goedgekeurd, zodat we uiteraard invulling kunnen geven aan deze strategische kernwaarden en doelstellingen. Ik draag de microfoon weer over aan de ex-voorzitter, zodat ze ons kan begeleiden met de toast. Dankjewel, Anuit. Nogmaals gefeliciteerd. Vanaf nu ben ik dus de MC van de avond. En dat is de voorzitter, hè? Dus nu als jullie voorzitter zeggen, dan kijk ik niet meer om. We zeggen, komen bij het stukje van felicitatie. Want we hebben een nieuw bestuur. En ik wil de zaal in de gelegenheid stellen om nu een felicitatieboodschap uit te brengen. Nu mag ik als eerste het woord geven. Oh, Gregory, ja, kom maar naar voren. Dankjewel, bestuur. Hartelijk gefeliciteerd. Ik denk dat na de speeches die er zijn geweest door de bestuursleden, ik denk dat wij als leden wel gesterkt zijn dat dit bestuur de ICT-branche goed zal vertegenwoordigen. Het is natuurlijk niet alleen de taak van jullie als bestuur, maar het is ook onze plicht. En daarvoor zitten we hier om die branche en de ontwikkeling van Suriname naar een hoger niveau te tillen. En van daaruit denk ik ook dat ik gerust namens de groep mag spreken dat jullie de volle ondersteuning genieten. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, Gregory. De volgende was Christian Ramkelaven. ICD-associatie, nieuw bestuur onder leiding van Anvit, Dr. Anvit Ramkelaven. Van harte gefeliciteerd. Ik ken Anvit als iemand heel visionair is, heel consistent is, ervoor waakt dat de lijn die uitgezet is nu met de Vision 2030 en Anushka heeft de mensen heel duidelijk herinnerd dat er MOU's getekend zijn en we moeten die echt in uitvoering brengen. Het was een prachtig moment door de president en de ministers in het high-rise gebouw hadden die daar ook fysiek aanwezig waren om te zien dat er een Vision 2030 is en dat de e-government commissie daar was. Dus we moeten daadwerkelijk nu gaan materialiseren en tot uiting brengen. Milesh Pisisser, geen onbekende in de ICT-wereld, internationaal in het Caribisch gebied. Dus we hebben een goede representatief van Teleserie hier zo. De mevrouw daar in het blauw, die ken ik ook toevallig. En Charissa daarnaast. Dus ik zie een prachtig ICT-bestuur hier zo. En ik denk samen met alle mensen die hier in hun eigen vrije tijd zijn gekomen om een overmaat van quorum te geven en dit bestuur ook hun zegen te geven, dat we in de komende 2 jaar inderdaad wat meer concrete resultaten kunnen zien. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd. Jullie hebben mijn backing. Zet me in welke commissie je wil. Ik ga ook hard werken voor jullie. En nogmaals van harte gefeliciteerd. Nog één ding. Toen ik op de slide zag dat er 60 bedrijven zijn die lid zijn van ICT-associatie, klopt dat? Als er gemiddeld 5 tot 10 mensen werken bij die bedrijven, los van VSH, die veel meer, dan praten we al over ruim 600 individuen.
die iets te maken hebben met deze associaties. Als die 600 individuen ook nog een partner hebben en een kind, praten we al snel over 2000 tot misschien 3000 individuen wiens werk wat jullie gaan verrichten hen gaat raken. Dus hou dat ook in gedachten. Het gaat niet alleen om computers en software, maar het gaat ook om mensen. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Christian. Amgelauwen. En dan wil ik nu naar voren roepen Vincent. Dankjewel. Vincent gaat nog even ook een felicitatie uitbrengen aan het nieuwe. Ja, nee, ook gefeliciteerd. Ik ga zo kijken dat de mensen ons goed volgen. Want eigenlijk praat ik, behalve dat ik jullie bedank natuurlijk, allemaal. En feliciteer en succes toewens. Wil ik natuurlijk een oproep doen aan niet alleen onze leden, maar ook vooral die jongeren die nu kijken. De studenten die nu ICT volgen of andere beroepen volgen. Je ziet hier een bestuur dat ICT als exportproduct gaat proclameren. En dat is een droom die, daarvoor is ook de ICT-associatie toen 11 jaar geleden hier geproclameerd, om dat te doen. Het bestuur alleen gaat het niet doen zonder de hulp van ons allen. Wij zitten al hier en we gaan onze schouders er al onder zetten. Maar we hebben vooral de generatie erna nodig. En we weten, jullie weten veel meer over ICT dan ons, want wij zijn al veteraan. Maar we hebben jullie wel nodig om het werk ook uit te voeren. Op, en de ervaring die we hebben, want er zit hier een heleboel ervaring, om dat mee te nemen en te brengen naar het volgende niveau. Dus bedankt, vorig bestuur en nieuw bestuur, gefeliciteerd. Suriname gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel, Vincent. Ja, inderdaad, we zijn erin geslaagd om de volgende generatie in het bestuur te krijgen, onder guidance van ervaring. En last but not least mag ik naar voren roepen voor de felicitatieboodschap mevrouw Whitney de Ruif, om haar felicitatie uit te spreken. Goedenavond iedereen. Hartelijk bedankt voor het bestuur. Het is voor mij een eer om hier te mogen staan, extra eer. Omdat ik natuurlijk het nieuwe bestuur wil feliciteren, maar ook in het bijzonder mijn directeur. Gefeliciteerd met deze stap. Het heel datazuurteam volgt ook. We wensen jullie allemaal heel veel succes toe. Het mooiste is dat we, iedereen zegt het, we gaan exporteren. En als Suriname kunnen we het alleen maar samen doen. Dus laten we allemaal ondersteuning geven aan de nieuwe gezichten. I wish you guys a lot of success. En nogmaals bedankt Rajiv. Ik ga je mailtjes missen, ik ga de meetings missen. Maar ik kijk uit Charissa naar de nieuwe. Fijne avond. Dankjewel. Ook Rajiv wil een felicitatie. Ja, nou. Weet je, ik wil een speciale vote of thanks doen. En deze vote of thanks is heel speciaal, omdat het gaat over een bepaalde type leiderschap die we hebben ervaren de afgelopen 2 jaar. En ik mag namens het bestuur, aftredend bestuur, met Isabel Caldeira, Gerard Tendekker, Anvit Ramlakan, mezelf Rajiv Hiralal, mag ik onze voorzitter een speciale vote of thanks aanbieden, of een thank you aanbieden. Dat is Anushka. Anushka, je mag ook even voorin komen. Hier op afstand. Maar dat is een surprise. Nee, dit is een speciale. In het kader van duurzame groei, om dat te bereiken, heb je leiderschap nodig. En leiderschap gaat met offers. En je wilt eigenlijk mensen eren. Niet wanneer ze er niet meer zijn. Je eert mensen graag wanneer ze nog in leven zijn. Dus namens het bestuur danken we. En nog vele jaren na deze natuurlijk, Anushka. Namens het aftredend bestuur willen we speciaal dank zeggen aan Anushka met dit geschenk. Dit geschenk staat in teken van if you want to go far, you go alone. No? If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. En in de tijden van COVID zijn we inderdaad samengegaan. En de duurzame groei, de fundament hebben we kunnen leggen. En met dit geschenk zal dat ook mooi symboliseren.
Je mag eigenlijk dat ook uit de doeken doen, maar... Je mag open doen en dan hou ik de microfoon op afstand voor je. Het is een masterpiece van Struikelblok, de gerenommeerde kunstenaar uit Suriname. En het staat ook voor duurzame groei, want art is in directe lijn met de increasing returns industries die we zo graag moeten gaan investeren. Dankjewel Anoushka, namens ICTAS aan jou. Van harte bedankt. Het is, ja, jullie hebben me echt verrast. Ik moet zeggen dat dit een heel speciaal cadeautje is. Dat ik ook een fan ben van George Struikelblok. Het is heel goed gezien, was heel goed. Ik ga hier meer leggen. En zoals jullie zelf hebben gezegd, ja. We hadden een moeilijke periode, maar we hadden elkaar. En we hebben als team heel goed samengewerkt en we zijn echt naar elkaar toe gegroeid, alsof we bijna familie zijn. Hoe je het al precies wie wanneer wel of niet beschikbaar zal zijn en wie wanneer wat ergens doet en wel gaat zijn. Dus dankjewel voor de erkenning. Ik zal dit een hele mooie plek geven en ook natuurlijk dank aan de leden. Thank you so much. Thank you. Oké, dankjewel daarvoor. Nou, nu ben ik even van me apropos, even kijken wat de next is. We hebben de felicitaties gehad. We hebben de thank yous gehad. En nu komt een belangrijk moment. Want we gaan onder leiding van dit nieuwe bestuur onze komende twee bestuursperioden inluiden. En dat doen we graag met een toast. De catering vragen om iedereen alsnog van een drankje te voorzien. Gebeurt? Oh, wauw. Jullie zijn heel goed op het schema, dankjewel. Mag ik het bestuur, vorig bestuur vragen? Ook zijn drankjes te pakken. Iedereen? Mag het bestuur ook een toast? We hebben nu al alles gezegd wat we echt officieel moesten zeggen. Dus we mogen nu wel aan de wijn, denk ik. Ja? Okay, en dan ga ik het woord aan Anwit geven om de toast uit te brengen. En daarmee de kick-off te doen van het nieuwe tijdperk. Onder bestuur Anwit Ramlakhan / Charissa Parmanan. Dankjewel Anoushka. We wachten even dat ieder iets in zijn of haar hand heeft. Voor de komende twee perioden committeren we ons eraan dat we de gestelde doelen zullen realiseren. U kunt ook allemaal staan hoor. En dat we, zoals Nilesh dat zei, dat we ICT als sector in Suriname zullen maken tot een exportproduct. Het is dus dan hierbij ons plicht en gelijk ook onze erkenning daarbij. Inderdaad. Dankjewel Anoushka voor de aanvulling. We vieren ook gelijk ons 11-jarig verjaardag als ICT-associatie. Dus daarbij ook aan u alle de felicitaties. Ja? Proost. Dat we nu een informele stukje hebben. Bedankt CDS ook voor de coverage. En u kunt dus nu gezellig samen zijn met inachtneming van de COVID-regels. Goedenavond, mevrouw Sonai. U bent aftredend voorzitter van de associatie. Wanneer bent u voorzitter geworden en wat zijn de resultaten die u heeft geboekt tijdens uw zittingsperiode? Goedenavond. Ja, inderdaad. Ik ben nu geen voorzitter meer van de ICT-associatie. Ik ga me nu richten op het implementeren van de ICT Vision 2030. U vroeg over wat de mijlpalen zijn geweest van onze bestuursperiode. We zijn in januari 2020 begonnen. En kort, direct nadat we gekozen waren als bestuur,
deed de pandemie zijn intrede. Dus we hadden enorme uitdagingen en konden veel van onze fysieke activiteiten niet voortzetten. Maar dat hebben we ons niet laten tegenhouden. We hebben ons niet laten tegenhouden daardoor. En zijn gewoon vlot doorgegaan met onze seminars online te doen, online masterclasses. We hebben een aantal webinars gedaan om de samenleving te informeren over hoe ze ICT en ICT-producten kunnen gebruiken om thuis te werken, om distance education te doen. We hebben voor de overheid, voor het ministerie van Onderwijs, een inventarisatie gemaakt van alle distance education en online learning platformen die beschikbaar zijn en die in Suriname worden aangeboden door ICT-bedrijven. We hebben een debattenserie gehouden samen met de VES en de VSB, de economische dialoog, kort voor de verkiezingen van 25 mei 2020. We hebben ook met de ASFA micro en small medium enterprise dialogue opgestart. We hebben met hun een MOU getekend. En met de VSB hebben we ook opgetrokken om onze input te geven voor zeg maar het herstelplan. En we hebben ook heel veel stakeholder engagement gedaan. Dus kennis gemaakt met de nieuw aangetreden regering en weer het lobbywerk ingezet. Zodat de nieuwe regering goed op de hoogte was van wat de ICT-sector allemaal kan. Wat zijn onze sterkten, wat zijn onze zwakten, wat zijn de threats en de opportunities. Dus een SWOT ingeleverd. Maar ook wat zijn onze korte termijn targets om in een COVID-wereld toch digitaal te kunnen groeien en die sector toch te laten ontwikkelen. Daar hebben we dus korte termijn doelen, de middellange termijn doelen, maar ook de lange termijn doelen hebben we aan hun gepresenteerd. En het is ons gelukt om de medewerking te krijgen van de overheid, want dat is, heeft zich volbracht met een memory of understanding met de presidentiële werkgroep e-gov-commissie. Daar hebben we dus een MOU mee. En we hebben het eerste exemplaar van onze ICT Vision 2030, want dat is wat wij vooral doen, vooruitkijken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je je land kan ontwikkelen, je sector ontwikkelt en daarmee dus ervoor zorgen dat de mensen het beter hebben in het land. En dat hebben we vervat in de ICT Vision 2030. Het eerste exemplaar daarvan hebben we tijdens onze seminar, Digital Inclusion, hebben we dat gepresenteerd aan de president. En hij heeft daar zijn zegen voor gegeven en onze canvas getekend. Daarnaast hebben we met de UNDP een partnership gestart. En daar hebben we dus vier webinars gedaan. Dus een webinarserie rondom Digital Inclusion for Sustainable Development. En dat heeft te maken met hoe je duurzaam die samenleving kan ontwikkelen, ondersteund met ICT. En als je het hebt over Digital Inclusion, de Sustainable Development Goals, dan maak je ICT en de digitale wereld bereikbaar voor grotere delen van de bevolking. En wanneer meer mensen eigenlijk gebruik gaan maken van ICT en ICT-producten en de services, dan groeit de ICT-sector, want die krijgen dus meer klanten. De markt groeit eigenlijk als het ware. En dat is ons heel goed gelukt. De UNDP heeft daarover een rapport gelanceerd dat nu internationaal wordt gedeeld. Dus dat is voor ons een enorme mijlpaal. Daarnaast hebben we ook zitting in UNESCO. Commissie van Suriname. En het is voor het eerst dat de ICT-associatie is vertegenwoordigd in de UNESCO. Dus daar gaan we ook een grote bijdrage leveren in het stukje Creative Industries. We hebben ook ervoor kunnen zorgen dat we met onze leden hebben gelobbyd voor de zero rating voor distance education. Dat wil zeggen dat websites met opleidingen of met trainingen, alles dat gebruikt wordt voor distance education, dat je daar geen data voor hoeft te hebben, maar gewoon geheel vrijblijvend, zonder internet. En zonder dat je hoeft te betalen voor internet, op die sites kan gaan en kan leren. We hebben vooral veel gelobbyd. We hebben ook heel veel awareness sessies gedaan, de samenwerking met andere stakeholders hebben we engaged. En we hebben goede basis gelegd om de ambities van het nieuwe bestuur te kunnen waarmaken. Dus er is een goede fundering voor hun neergelegd. Ja. Oh, we hebben ook geparticipeerd in de totstandkoming van het tripartiet akkoord. Ik was zelf dus ook een van de mensen die de bedrijfssector, dus die de private sector vertegenwoordigt in het tripartiet overleg tussen de vakbeweging, de overheid en de werkgevers. En Suriname heeft haar eerste tripartiet akkoord bereikt. Dus wij zijn daar ook onderdeel van, hebben daar ook onze krachten geleend. Kortom, een heel druk bestuursperiode vanaf 2020 naar nu 2022. En we hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. En met heel veel liefde en plezier hebben we ook het nieuwe bestuur dus aangekondigd nu.
En u zult het nieuw bestuur ook blijven ondersteunen natuurlijk? Ja, dat klopt. Ik ben al ingedeeld waar ik ga werken. Ik ga dus de commissie voor strategie trekken. En ook ICT Vision 2030. Ga ik ook de implementatie van onze ICT Vision 2030, dat ga ik ook, daar ga ik ook aan meewerken. Dus de ICT Task Force, daarvoor ga ik werken. Hartelijk bedankt en keep up the good work. Meneer Anwit Ramlakhan, de nieuwe voorzitter van de ICT-associatie Suriname. Hoe voelt u zich? Ik voel me sowieso opgelucht allereerst. Omdat het een periode is geweest van 2 jaren waar ik ook deel was van het aftredend bestuur. Daar was ik commissarislid. En het werd echt tijd dus dat er nu verandering kwam in ook de leiderschap binnen de ICT-associatie. Vandaar dus dat ik ook gekozen heb om te gaan voor de voorzitterschap voor de periode 2022 tot en met 2024. Behalve opluchting heb ik ook heel veel enthousiasme. Aangezien er zoveel dat gedaan kan worden in de ICT-sector in Suriname. Zodat we daadwerkelijk de ontwikkeling van de andere sectoren in Suriname kunnen bewerkstelligen. Een heel simpel voorbeeld bijvoorbeeld. Educatie. We hebben COVID gehad, scholen waren gesloten. Er was nog niet een full-fledged, klaargemaakte ICT-oplossing daarbij, waarbij de scholen normaal voortgang zouden kunnen hebben. Dus daar ziet u al de link van ICT en de educatiesector. Hetzelfde kunnen we doortrekken naar alle andere sectoren in Suriname, waar we willen komen met oplossingsmodellen, oplossingsproducten, zodat we het leven van Surinamers veel makkelijker maken dan het nu al is. En wat is specifiek waarvoor u zich sterk zult maken tijdens uw voorzitterschap? Yes, bij mijn betoog had ik het gehad over de 4 P's en de 4 C's. De 4 P's hebben te maken met hoe we precies ons werk zullen doen. Allereerst is dat policy. Je gaat een stukje beleid moeten hebben. Als je geen beleid hebt, dan ga je gewoon alles zitten uitvoeren zonder dat je een richting hebt. Dus beleid, je policy is heel erg belangrijk. Je policies zullen dan gefundeerd worden op basis van de processen. Er zijn een heleboel processen in het buitenland die gestandaardiseerd zijn. We zullen dat ook aanbevelen aan ons leden, zodat zij dan ook gestandaardiseerd kunnen werken. Kijken we naar bijvoorbeeld de oil en gas sector, werken de internationale bedrijven voornamelijk met companies that are certified. Companies die certificaten hebben. En je hebt certificaten pas als je standaardisaties hebt. Je hebt standaardisaties pas als je policy hebt en je hebt de policy pas als je processen hebt. Dus dat is de eerste P. Zo werkt het in een cascade en ziet u gelijk de impact. De tweede P heeft te maken met people. De mensen binnen ICT-associatie, dat zijn dus ons leden, willen we dusdanig enabelen dat ze waarde kunnen creëren via de producten en diensten die zij aanbieden. Dat brengt me gelijk naar de derde P, dat zijn products en services. We willen dus niet alleen een geweldig mooi stuk schrijven, Vision 2030, dat is een geweldig mooi stuk, maar je moet er wel producten van kunnen maken. En dat brengt me uiteraard naar de vierde P, dat is profit. Als je een product maakt, moet het winstgevend zijn. Het heeft geen zin om een product te maken die niet winstgevend is. Zo ziet u dus de hoe die beantwoord wordt met deze 4 P's. Behalve de 4 P's hebben we de what. Dat is de what-vraag. Wat willen we nou precies als bestuur bereiken? Daar hebben we weer 4 C's. Simpele ezelsbruggetjes. De 4 C's hier betekenen allereerst connect. We willen ervoor zorgen dat elk Surinamer, ongeacht waar zij zich bevinden, dat ze connected zijn met 1 Surinamer zelf, maar ook de wereld. Als we kijken naar connectiviteit, zodra de stroom uitvalt, voel je je eigenlijk al afgezonderd van de hele wereld, want je kunt je dan niet meer ontwikkelen. Dus daarom is Connect zo belangrijk. Ten tweede, collaborate. We willen samenwerken. Samenwerking is eigenlijk het fundament voor elk succesverhaal. Dat weten we allemaal. Dus we willen samenwerken met interne ICT-associatie, de stakeholders, de private sector en ook de public sector. Dat zijn dus allemaal onze stakeholders. Ten derde, commercialize. Commercialiseren van de producten die we bouwen. Het moet winstgevend zijn. En ten vierde willen we ervoor zorgen dat alles dat we hebben gedaan, dat het eigenlijk waarde creëert voor Suriname. Dat is dus dan contribute, de vierde C. We willen waarde creëren voor Suriname, zodat er dan daadwerkelijke ontwikkeling komt, middels de ICT-sector in de andere sectoren, zodat Suriname dan zo vooruit komt. En daarin valt het MOU met IGOV ook in het plaatje. Klopt. IGOV is één van de stakeholders waar wij dus dan ook een MOU mee hebben, Memorandum of Understanding. Wat als fundament zal dienen voor het aanwerven van verschillende projecten en activiteiten in samenspraak met de overheid. Ja. Hartelijk bedankt en heel veel succes. Dank u wel.